De bank is overvallen en Satino heeft onze hulp nodig om de dief op te sporen. Maar zijn wij wel geschikt om politieagent te worden? Jongens, jullie moeten mij helpen vandaag. Ja, helemaal mee eens. Kom. Ik heb een wapen nodig, want we moeten namelijk de overvaller pakken van de bank. Kom, Vinny, ik weet waar de wapens liggen. Hier liggen allemaal wapens, allemaal pistolen. Terug, eruit. Je wilt toch dat we je willen helpen, of niet dan? Ik wil dat jullie me helpen, inderdaad. Maar dat betekent nog niet dat je 1, 2, 3 vertrouw met wapens en een politieagent-uniform. Hoezo niet? Maat, jij hoort in een gevangenis te zitten. Waarom ben jij hier überhaupt? Santino, ik weet het niet hoor, maar jij vraagt mij om hulp om de dief te vinden van de bank. Dus ik kan je helpen, maar daarvoor wil ik wel, ik wil een pistool hebben! Rustig aan, terug! Terug. Is goed. Jesse, sorry. Luister. Ja. Vinny, jij ook, kom hier, luister. Ja, okay. Ik wil heel graag jullie hulp, dat klopt, ik heb jullie hulp ook echt nodig. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, moet ik jullie even goed gaan voorbereiden. Dat betekent ook met vertrouwen. Oké. Hoezo? Hier, lekker broodje. Vertrouw je me dan, of niet? Is dit een... Dat is een bacon... Nee, het is een bacon sandwich. Gadverdamme! Ik dacht dat bacon jouw favoriet was. Ik vind het wel lekker. Santino, vertel me wat wij moeten doen dan. Want ik wil zo snel mogelijk een wapen, maar dat vind ik leuk. Daarom wil ik bij de politie. Okay. Luister, ten allereerste moeten jullie een verhaal weten over dit uniform. Dit uniform, dat draag je met respect. Ja. Dit is totale wet. Als ik hier zo naast Vinny zit, dan zeg ik zo van, ik ben autoritair. En dan luistert hij. Ja, maar ik vind hem lelijk. Jij ook, Vinny? Ja. Hey, luister. Je vindt hem lelijk. Moeten we per se dat lelijke ding aan om bij de politie te komen of niet? Wil jij een wapen dragen? Wil jij dat wij jou helpen? Want de tijd die tikt, hè. Misschien is de dief al lang weg. Nee, dat begrijp ik. Maar dan moet je het uniform respecteren, Jesse. Het uniform. Oké, dat is regel 1. Regel 2, als je een wapen hebt, niet zomaar schieten, alsjeblieft. Krijgen we dan straks meteen een wapen of niet? Dat moet ik nog even weten. Als het uniform jullie mooi staat, dan prima. Dat vind ik goed. Ja. En dan moeten we ook natuurlijk even dus leren schieten. Want jullie weten natuurlijk niet hoe jullie moeten schieten. Of weet je dat wel? Jawel. Geef maar. Dan kan ik het even testen. Ja, dat weet ik. Natuurlijk weet ik dat. En dat waren eigenlijk een beetje de regels. Eigenlijk gewoon een uniform en wapens. Oké. Ja. Wanneer krijgen wij nou dat lelijke uniform? Want ik wil bij de politie werken, Santino. Hey, luister, als je nog één keer zegt dat uniform lelijk is, dan duurt het nog even een stukje langer, vriend. Oké, ik ga er vandoor. Dan zoek je het maar lekker uit met je bank. Nee, doei! Rustig aan. Wat? Jullie moeten rustig de kamer in. Ik kan jullie niet zomaar in die kamer laten met al die wapens. Oh, de wapenkamer. Oké. Oh, maar. Kan ik dan weer... een bazooka. Ben jij doof of zo? Ik wil die... Wat? Jij bent doof, hè? Dat. Nee, maakt niet uit. Ja. Voordat jullie die wapens mogen jullie nog niet aankomen. Ik wil eerst dat jullie een uniform aantrekken. Oké, maar wacht, Vinny, kom eens. Ja? Santino, jij moet even buiten wachten. Ik in mijn eigen wapenkamer. Oh, het is echt erg dit. Oké, Vinny, die wapens moeten we sowieso nog een keer gebruiken. Maar ik wil ons wel omkleden, maar Santino moet weg, want ik vertrek. Hij staat gewoon bij het raam te kijken als wij ons moeten omkleden. Ja. Dat wil ik niet. Dan staan we hier in onze ondergoed en dan kijkt hij. Dat kan echt niet. Santino? Ja. We gaan ons omkleden, maar jij moet weg. Heb jij nog een broodje voor me dan? Die vond jij niet lekker. Maar we gaan echt geen wapen pakken, hoor. Dat beloof ik. Beloof je dat? Ik meen het, Jesse. Maar hoe moeten wij ons dan verdedigen? Weet je wat? We gaan ons eerst... Krijg je alle twee stok. Een stok. Probeer het daar eerst maar mee. Probeer het hier maar gewoon lekker eerst mee. Met een stok. Vinny, jij hebt een stok. Vinny, pak ze nou niet allemaal op, hé. Ik vind ze zo fijn. Dit is een wapenstok. Serieus, Santino? Ja. Dat is een mooie stok. Werkt die ook? Auw! Hey, pas op! Inderdaad. Nou, ga jullie omkleden. Ja. Ik ga lunchen. Ik zie jullie zo wel beneden. Oké, tot zo. Doei. Vinny, kom. A few moments later. Zo, dit is veel beter. Ziet er goed uit, Vinny. Ja, we hebben ook wel. Staat goed. Ik heb wel een beetje een lelijk hoedje, maar... Klop. Ja, kom maar binnen. Zijn jullie klaar? Ja, maar... Wat vind je van onze outfit? Ze stinken wel een beetje. Het ziet er natuurlijk niet zo goed uit als bij mij, maar het kan... Jawel. Waarom heb jij een hoed? Die lag ergens. Ik wil ook een pet. Wacht, die neem ik eens even mee, zo. Hop. Maar jouw pet is lelijk. Zo. Maakt niet uit, autoritair. Ik ben jullie. Krijgen we nou nu een pistool of niet? We hebben eindelijk een pistool, of niet? Hey, terug! Terug!
terug! Ik wil een pistool. Nee, nee, we gaan nog geen pistool nemen. Geen pistool op mijn richten! Geen pistool op mijn richten! Geen pistool op mijn richten. Doe je pistool weg! Denk je dat je het voor het zeggen hebt? We zijn nu collega's, hè? Lopen! Santino, we zijn collega's. Je bent niet meer de politieagent, je bent niet meer de baas. Jawel, ik ben jullie baas. Wat denk jij dan? Ik loop hier al heel veel langer, Jesse. Ja, maar wil je nou de dief vangen of wil je hier alleen maar een beetje stom lopen praten? Ja, ik ga de dief vangen. Of, ik bedoel, we gaan de dief vangen, maar zonder wapens voor jullie. Kom mee, loop mee. Kom, we moeten wel rennen, want anders zijn de sporen straks weg. Jongens, terug, kom wat terug. Wat is er nou? Ja, rechts is korter. Waarom gaan jullie via links? Ik ben hier letterlijk nog nooit geweest in dit gedeelte. Daarom. Dan is het ook even goed om te weten wat er allemaal in dit prachtige Blokburg is, Jesse. Het is echt ongelooflijk. Heb je geen politieauto of zo? Er staat hier een van de tankstation, maar hij stinkt. Ja, en, dat moet nog een beetje vervangen. We hebben al een tijdje geen benzine meer, hè. Inflatie en alles, dus dat is een beetje lastig. Serieus? Kom, loop nou niet tegen dat hek aan. Ben je dronken Ja, is goed, Satiro. We moeten rennen. Schiet op. Oh, rustig aan. Ik word ook met de dag ouder, hè? Oh, lekker, lekker. Hap. Heerlijk. Oh, dit broodje is lekker. Oh, yes. Is het al lunchtijd? Of, ja, wacht. Ho. Ruim je wel even je vuil op. De vorige keer heb je ook al je vuil nog achtergelaten. Ja, en daarvoor wou je mij in de gevangenis stoppen, Santino. Dat mag niet. Dus, wil doen... Ik ben politieagent, dus ik mag dat. Je bent een hulp. Politieagent. Jij mag hoezo? Niet alles. Mag ik mijn broodje terug trouwens? Misschien heb ik straks nog honger. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Kom, we gaan. Goedemiddag, Henky en Peter. Hoe is het, jongens? Hallo, collega. Weer? Hallo. Ziet er een beetje goed uit vandaag? Ziet er niet goed uit? Ja, Jesse, dat zie je goed inderdaad. Heb jij hier wat mee te maken toevallig of niet? Hoezo? Nee. Dan kun je het nu ook gewoon meteen zeggen. Toen de bank werd overvallen, was ik de hele tijd bij Finny, Santino. Dat kijk weet je. Kijk met je ogen. Dat weet je van de vorige keer. Ik was bij Finny. Ik heb niks gedaan. Hij was gewoon bij mij thuis. Ja, maar luister. Hij zat ook in het gevangenis en hij was ook in één keer weg daar, op Finny. Hè? Hoe komt hij eruit, Finny? Ja. Trouwens, daarover gesproken. Wat? Geef mijn pickaxe terug. Oh. Nu ik toch weer bij de... Ik werk nu bij de politie. Ik wil mijn pickaxe terug. Die heb je even mij gestolen de vorige keer. Jij denkt dat je dat in dat uniform een beetje wie is hier nou de dief? Ik de dief? Nee, ik neem dingen in. Dat is wat geef anders. Geef terug of ik sla je met mijn stok. Ja, ik sla me je met stok en dan schiet ik je neer. Oké, geef hem terug. Oké, ik vertrouw je. Dank je. Misschien heb ik hem wel nodig in het onderzoek. Kijk, zo. Helemaal top. Laten we naar binnen gaan. Kijk, dan kan ik meteen die pickaxe gebruiken. Kom. Jullie zijn zo schattig, hè? Jullie eerste onderzoek. Ben jij nou een goede politie of niet? Want je loopt letterlijk over sporen heen, hè, Santino? Ligt dat hier maar nugget. Dat is niks bijzonders. Dat is een beetje iron, maat. Dat is een en dan ligt hier goud. Misschien zitten er vingerafdrukken op. Hier ligt ook allemaal nog goud. Luister. Oké, onderzoeker detective nummer 1. Kijk naar camerabeelden. Zien jullie deze camera's? Oeh, ja. Inderdaad, dat hadden jullie niet gezien. Hè? Jullie keken naar al dat goud en al dat geld. Waar ga jij nou heen? Ik heb iets gevonden. Ik heb iets gevonden. Wat heb je gevonden? Hier ligt dirt. Waarschijnlijk had die vieze voeten. Ik weet het niet. Dirt. Wat gek. Dirt. Er zijn misschien voor tientallen miljoenen diamonds weg en jij ziet dirt. Ja. En ik zie hier ook een diamond. Een diamond? Ja, oké, nee, dat is goed. Maar hebben we ook al de camerabeelden of niet? Ik ga heel eventjes wat meer informatie vragen over waar ik die camerabeelden nou kan doen. Oké, doei. Ik ben zo terug. Ja, jongens. Kijk maar eventjes hier rondom. Ga niet alles aanraken, want dan heb je ook paar Nee. Finny en ik kijken nog wel even rond. Ja. Goed kijken, hè? Ja, tot zo. Finny. Ja? Kunnen we niet gewoon nu ook zo'n diamond meenemen? Oké. Kom, we pakken al die sporen. Laat dat goud maar liggen, anders valt het op dat alle sporen weg zijn, ja? Oké, jongens. Hebben jullie ons gevonden of niet? Niet echt. Oh, dat heb ik gewoon... ook weer aan jullie. Echt waar. Nou, ik heb wat goud op de grond gevonden en verder niet zo heel veel eigenlijk. Hey, goud is allemaal leuk en aardig, hè, jongens. Maar het gaat hier om tientallen miljoenen diamonds. Is goed. Oh! Wat is dat? Dat zijn de camerabeelden. Oké, zal ik als hulpagent het bekijken of ga jij het eens bekijken? Weet je wat? Ik ben inderdaad benieuwd naar jouw skills, alsjeblieft. Ga jij maar eens even kijken, meneer Jesse. Oké, ik ga het even bekijken. Oh mijn god, jongens. Ik zie dus helemaal niks. Ik zie een dief. Ik zie een dief die hier inbreekt. En verder zie ik niks. Hoe bedoel je, je ziet dan niks? Je ziet een dief! Hij heeft een masker op, dus ik zie helemaal niet wie het is. Maar we moeten verder kijken en nog meer sporen, jongens. Laten we ook daadwerkelijk in de bank gaan. Wat is hier? Hier ligt nog meer dirt. Waarom ligt er allemaal... Ik snap niet waarom er allemaal dirt ligt. Nee, ik snap er ook niet helemaal. Hier weer een diamond. En niet meenemen, hè, Santino. Niet die dat diamond stelen. Dat ga je tegen mij zeggen. Ik ga... Nee, luister. Als jullie zo over mij gaan praten, dan ga ik jullie straks nog laten fouilleren, hè. Ik maak een grap. Wat,
wij fouilleren. Hoezo ons fouilleren? Vinnie, wij zijn politieagenten. Wij zouden zoiets nooit stelen, toch? Maar ik ben jullie hoofdagent. Jullie gaan toch niet tegen de hoofdagent zeggen van... Oh, Santi, neem nou helemaal niks mee. En wat gaan we dan nu doen, hoofdagent? Want we hebben wel leuk die camerabeelden, maar we weten verder helemaal niks, hè? Nou, zijn hier nog niet meer sporen dan? Nee. Ik zie alleen maar... kisten en alleen wat op de grond. Verder niks. Ja, het enige spoor dat wij hebben is dit dirt en het goud en de diamonds. Dan kan ik jullie met nu mededelen dat wij vrij kansloos zijn inderdaad. Ja. Want als wij dan niet meer sporen hebben, dat is dan... maar jij bent de hoofdpolitieagent, Santino. Jij moet het weten. Wacht, weet je wat? Luister, als ik neem het wel over. Nee. Hallo, wie heeft hier pistool? Inderdaad, wie heeft hier het prachtige hoedje? Ik heb een broodje. Oeh, lekker. Mag ik een broodje? Nee, jij lust geen bacon. Dan ga je hem weer weggooien. Oké, nou jongens, ik denk dat we hier wel eigenlijk best wel pittig klaar zijn. Want ik kan helemaal niks vinden. Of tenminste, ik weet niet of jij iets met dat dirt wil doen. Nee, maar ik heb wel een idee. Kom eens mee naar buiten. Een idee, oké. Ja. Als wij nou gewoon mensen gaan ondervragen of vragen of ze wat hebben gezien. Want hier is namelijk de gamewinkel en hier is de snoepwinkel. Oké, ik ga wel naar de snoepwinkel, ja? Dan ga ik Lisa wel even ondervragen in de snoepwinkel. Waarom is dat per se naar de snoepwinkel? Omdat daar lekkere snoepjes zijn? Nee, vriend. Jij gaat met me mee naar de gamewinkel hier zo. Vinnie, ga jij maar naar de snoepwinkel. Ik ga even naar de snoepwinkel dan. Oké, doei Vinnie. Tot zo. Hallo Lisa. Ik ga wel met Vinnie mee, hè? Nee. Waarom niet? Wat zeg ik nou net? Ik vertrouw je nog niet helemaal met Vinnie erbij. Ik wil dat jij met me meegaat naar de gamewinkel. Maar ik wil naar de snoepwinkel, want ik heb zin in snoep, Santino. Ja, maar jij hebt niet zo heel veel te willen, Jesse. Jij hoort nogmaals in de gevangenis te zitten. Oké, ik ga wel met je mee, ja? Hup, meelopen. Ja, goed zo. Moeten we even aan Game Robo vragen of hij misschien wat heeft gezien. Nou, vraag hem maar. Vraag jij maar wat jij denkt dat je moet vragen. Hoi, Game Robo, heb jij dingen gezien? Want de bank is namelijk overvallen. Nee, maar er zijn bij mij ook spullen gestolen. Zijn er bij jou spullen gestolen? Serieus? Je hebt toch camera's? Er staat niks op camera. Hoor je dat, Santino? Er is hier ook wat gestolen. Die dief moeten we ook ooit nog wel een keer vinden. Maar dat maakt voor nu niks uit. Laten we... Weet je wat het is? Hij zegt dat er gestolen dingen zijn. Jij hebt wel een heel erg mooi gamekeldertje gemaakt, hè, de laatste tijd. Ja, maar daar heb ik voor gewerkt. Oké. Nou, en dat waren trouwens Finnische spullen, hoor. Dat waren helemaal niet mijn spullen. Dus dan moet je bij Finnie wezen. Sorry. Nou, ik denk niet dat we hier heel veel kunnen vinden. Jesse, je hebt iedereen een beetje ondervraagd, toch? Doei, Game Robo. Kom, laten we hier weer heel snel weggaan, Santino. Ja, kom. Laten we even voor de deur afspreken met Finnie! 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 Hallo! En weet Lisa wat, of niet? Ik heb het aan haar gevraagd, maar ze weet helemaal niks. Ze weet helemaal niks? Nee. Die ga ik nog eens een keertje even goed ondervragen, hoor. Want dat kan niet. Jij bent gewoon verliefd op Lisa. Hoe kom jij in één keer met dat ik verliefd ben op Lisa? Dat is helemaal niet zo. Jawel. Nee, dat is helemaal niet zo. Jij bent verliefd op Lisa. Jij bent verliefd op Lisa. Weet je zeker? Vinnie, kijk uit. Per ongeluk. Ja, inderdaad, ja. Inderdaad, vind ik. Zo snel, heel snel die stok weghalen. Ja, precies. Oké, jongens. Ik schiet me opeens iets te binnen. Dat dirt. Schiet. Hou nou eens je wapen weg. Dat dirt, hè. Dirt wat daar in de bank lag. Ja. Ik vind het wel heel verdacht dat de noob vermist is. En dat daar nu opeens dirt ligt, jongens. Maar natuurlijk. Is dat noobie niet de noob? Is weg. Ja, de noob heeft sowieso de bank overvallen. Maar is hij niet te dom om de bank te overvallen? Ja, ik wou net zeggen, inderdaad. Is hij niet te dom? Weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het een noob is, hoor. Nee. Dat denk jij, Vinnie. Nee, de noob kan het zeker niet zijn. Die maar is veel hij is te dom. Te dom. Ja, hoezo precies. Is de noob te dom? Maat, hij viel van de treinstation af. Ja. Nee, hij viel niet. We hebben hem gered. Hij viel bijna. Maar ik vind hij het is nog op steeds... het treinstation geklommen. Oké, maar ik vind het nog steeds raar dat noob 1, 2, 3, 4 weg is. Maar jongens, ik heb een idee. Santino, als jij gewoon in de bank nog even met je collega's verder gaat kijken of je daar wat kan vinden. Vinnie, dan ga jij naar het treinstation en dan ga ik naar het dorpje toe. En dan gaan we gewoon iedereen ondervragen die we zien. En dan moet toch vast wel één iemand weten wie de dief is. Ja, ik hoop van wel. Wacht even. Ga je mij nou wat? Commanderen? Jij komt niet met ideeën hoor, Santino. Jij zegt alleen maar, ik weet het niet. Dus ik word echt moe van jullie twee. Ik ben echt blij als deze dag voorbij is. Zeg jij maar wat we moeten doen. Nee, is goed. Ik laat het aan jou leiden vandaag nu. Vanaf nu. Oké, dan ben ik de basis. Ik mag nu het wapen hebben. Nee, ik ga naar het treinstation. Ik... Ja.
Ik ga naar het treinstation. Ik ben leidinggevende, Vinnie. Oh. Dus je laat Vinnie bij de bank? In ja, zijn eentje. Hij moet het leren. Oké, hier, Vinnie. Misschien dat je dit nog kan gebruiken. Ja. Dat zijn de camerabeelden. Goede stageplek voor je dit. Ja. Jongens, dan spreken we later weer af, oké? Okay? Ja, dan ga ik even kijken of ik daar nog wat kan vinden. Is doei. Goed. Doei. Oké, Santino, die vind ik me heel raar doen. Eigenlijk vind ik Santino ook een beetje verdacht. Maar ik denk oprecht dat het Noob 1, 2, 3, 4 is. Ik geloof niet dat dat Dirt toeval is en de Noob is weg. Of de dief wil juist dat wij denken dat het de Noob is. Ik heb echt geen flauw idee. In ieder geval, ik moet hier kijken of ik wat mensen kan zien. Kan ik bij Santino naar binnen? Nee. Ik denk dat Santino gewoon de dief is. En dat hij gewoon politieagent is geworden om het te verbergen. Zijn achterdeur staat weer open. Zit er bij Santino nergens wat sporen? Als hij gewoon heel veel diamonds hier heeft liggen, dan weet ik genoeg. Alles is letterlijk leeg. Wacht. Zit hier niet wat in? Dezelfde spullen als de vorige keer. Oké, Santino heeft geen diamonds. Of hij moet ze ergens verstopt hebben. Ik heb geen idee. Ik ben sowieso niet de dief. Want ik was bij Vinnie. En Vinnie was bij mij. Dus dan zit er nog maar één ding op. Ik weet nog één iemand die ik kan ondervragen. En dat is namelijk de builder. Want de builder hebben we namelijk ook al een tijdje niet gezien. Dus misschien dat de builder meer weet. Hallo, builder. Open doen. Wat is er, Jesse? Oké, builder. Ik heb een vraagje aan jou. Builder, de bank is overvallen. Weet jij wie het heeft gedaan? Ik heb geen idee. Jij hebt geen idee. Daar heb ik toch letterlijk helemaal niks aan. Ik ben veel te druk met de voorbereidingen op Noob 1, 2, 3, 4 zijn verbouwing. Noob 1, 2, 3, 4 zijn verbouwing? Waar heb je het over? Waar is Noob 1, 2, 3, 4? Weet ik niet. Hij stond laatst opeens voor mijn deur. Oké, ik weet genoeg, denk ik. Doei! Noob 1, 2, 3, 4 zijn verbouwing? Maar dat betekent, als Noob 1, 2, 3, 4 een huis heeft gekocht... Wacht, ik ga kijken. Er staat hier namelijk een huis echt al heel lang te koop. Dit grijze huis en... Dit huis wordt inderdaad verbouwd. Is dit dan het huis van Noob 1, 2, 3, 4 verkocht? Wat? Als de Noob een huis heeft gekocht, dan moet hij echt heel veel diamonds hebben. Ik moet dit aan Vinnie en Santino vertellen. Maar dat doe ik morgen wel. Ik ga eerst slapen, want ik ben echt veel te moe. Doei! Dit was de video. Klik even hier of hier een andere video te zien. Want dan wil je zeker niet missen. Ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...